We zullen nu gaan beginnen met afscheidsplechtigheid van de heer Nanninga. Ik wil u vragen indien mogelijk om te gaan staan. We zijn hier in de Vredekerk bijeen om afscheid te nemen van G, haar lieve man. Lieve vader van Jan en Tineke, Jaap en Jan, Via en Bert en Agnes en Erwin. En lieve opa van Paul, Erwin, Tessa, Björn, Marielle, Iris en Mats. Afscheid van Pieter Nanninga. Zo werd hij ooit gedoopt in de kerk aan de Kruisweg in Loppersum. Piet kwam hier vaak in de kerk. Hij ging graag naar deze gemeente en hij voelde zich hier verbonden met hen. Namens de gemeente is Annie Veenstra, ouderling van dienst, hier aanwezig. Wij hier voelen ons verbonden met allen die deze dienst nu of later kijken of luisteren. In de familie, in het bijzonder de familie in Canada en Australië, van harte welkom. Ook degene die door de strenge coronamaatregel of vakantie hier niet aanwezig kunnen zijn, ook met jullie voelen wij ons verbonden. Ook de coronamaatregel brengt met zich mee dat we vanmiddag niet mogen zingen. Maar we kunnen wel genieten van Jan zijn orgelspel en de tekst meelezen. Laten we het komend uur samen afscheid nemen van Piet en samen het verdriet delen om zijn heen gaan. Maar het is ook een dankdienst voor Piet zijn leven. De kleur is vandaag de kleur wit, wit van het paasfeest, van de opstanding van het nieuwe leven. Nu kunnen de kleinkinderen, Paul, Erwin, Tessa, Björn, Marielle, Iris en Mats, de kaars aan het licht van de paaskaars aansteken. Het licht van Christus, dat betekent licht van God, dat het licht brandt voor opa en voor ons allemaal hier aanwezig.
Lieve opa, ik wil graag nog een paar dingen zeggen en ik hoop dat je het meekrijgt. Het deed veel zeer om je zo ziek te zien. Het idee om je te moeten missen doet nog veel meer zeer. Ik ben blij dat je zo lang in mijn leven bent geweest en blij met alles wat ik van je heb mogen leren. Dingen als dankbaarheid. Je zorgde er altijd voor dat wij ons bewust waren van hoe goed wij het hebben. Je vertelde vaak over tijden waar alles heel anders was en hoe dankbaar wij mogen zijn voor alles wat wij hebben. Dankbaar ben ik ook voor jou. Ik bewonder je optimisme en doorzettingsvermogen. Geen één keer heb ik je horen klagen over de dingen die je niet meer kon. Elke dag, jarenlang, zat je in die stoel en je maakte er het beste van. Natuurlijk met behulp van je lieve vrouw. Je hebt lang gevochten en ging door tot je echt niet meer kon. Ik ben trots op je voor hoe je het allemaal gedaan hebt. Ook ben ik trots op iedereen die heeft geholpen deze zware tijden door te komen. Ik kijk naar je op en zal de lessen die je mij hebt meegegeven altijd bij me houden. Je zal in ons allemaal doorleven en ik hoop dat je weet dat ik heel veel van je hou. Dank dat jullie hier allemaal zijn vandaag bij het vieren van een mooi leven van mijn opa. Ik heb hier een stukje uitgekozen door oma. Het is van de profeet van Galil Gibran. Het heet Over het huwelijk. Ik tril ook een beetje. Ik kan ook niet zo heel goed voorlezen, maar ik ga mijn best doen. Toen sprak Almitra opnieuw en zei: wat kun je ons zeggen over het huwelijk? En hij antwoordde: tezamen werd je geboren en tezamen zul je voor immer zijn. Jij zult tezamen zijn als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien. Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering. Maar laat er tussenruimte zijn in je tezamen zijn. Laat de winden des hemels tussen je dansen. Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band. Laat zij veel eer zijn, een golvende zee tussen de kusten van je zielen. Vult elkanders bekers, maar drinkt niet uit dezelfde beker. Geeft elkander van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk. Zingt en danst tezamen en wees blijde, maar bent ieder alleen. Zoals de snaren van de luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. Geef je harten, maar geef ze niet aan elkander in bewaring. Want alleen de hand des levens kan je harten bevatten. En sta tezamen, maar niet te dicht bijeen. Want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf. En de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw. En zo is het. En ik wou nu nog even van het script afgaan om nog even kort iets te vertellen. Toen wij afgelopen zaterdag aankwamen, ik en Tessa en Paul. Toen kwamen wij net aan toen hij net was overleden. En nadat wij met onze moeders hadden geknuffeld, liepen we naar binnen en stonden Paul, ik en oma met z'n drieën te knuffelen. Eerst in gewoon stilte. En toen na een tijdje kwam oma heel dicht bij ons en zei in ons oor: opa vertelde altijd hoe trots hij was op jullie. En ik weet niet of oma dat ook tegen de rest heeft verteld van de kleinkinderen hier, maar ik weet zeker dat het ook voor hen geldt. En we zijn natuurlijk ook trots op onze opa. En ook heel trots op onze oma. Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar het orgelspel van Jan, Psalm 103, zegen mijn ziel, de grote naam des Heren.
Ik mag deze afscheiddienst beginnen met de oude woorden. Dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed. Gij die mensen op weg doet gaan. Pieter Nanninga die onze handen los moet laten. Treed hem tegemoet met vrede die alle begrip te boven gaat. Gij die mensen doet dromen naar morgen. Wees gij zelf zijn toekomst. Laat hem wonen in uw nieuwe hemel en aarde. Waar ruimte en vrede is voor velen. Zegen de herinnering van allen. God van mensen die met Pieter Nanninga leven verbonden waren. Laat zijn hart tot ons blijven spreken, ook nu hij is gestorven. Laat ons het lief en leed van zijn leven en onze droefheid om zijn heen gaan, deze middag troostvol met elkaar delen. En wees gij zelf ons nabij, als wij elkaar deze middag nabij willen zijn. Trek deze middag en ook in de toekomst met ons op. Amen. Dan gaat Via het gedicht lezen van De Brug. Breng jij me weg tot aan de brug? Breng jij me weg tot aan de brug? Ik ben zo bang om daar alleen te staan. Als we daar zijn, ga dan niet direct terug. Maar wacht totdat ik overga en zwaai me na. Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd. Breng jij me weg tot aan de brug? Ik heb geen idee hoe diep het water is. De overkant lijkt mij zo ver. Je kunt de oever hier niet zien. Zo ver het oog reikt, zie ik mist. Ik twijfel aan het verder gaan. De angst voor de dood is als de angst voor het leven. Het nieuwe lijkt te groot om het oude op te geven. In de diepte van het verlangen ligt de kennis van het nieuwe leven. Zoals een vlinder weet van vliegen in haar donkere kokon. Breng jij me weg tot aan de brug en ga dan niet te vlug terug. Zwaai jij me na als ik erover ga? Een heel klein duwtje in de rug is alles wat ik nog verlang van jou. Dank voor je liefde en je trouw. Ik ga nu gauw. Want het begin is reeds in zicht. Ik voel de warmte van het licht. Dag lieve papa, rust zacht. Agnes leest nu De Handen van mijn Vader. De handen van mijn vader bouwden een bordeauxrode garage, sloegen er 1000 spijkers in. Bakten een eitje in alle vroegte voor tussen mijn brood voor mijn school. Spitten elk jaar in april 10 akkers om. Smeden hoefijzers bij de smid, sloegen die met nagels in de hoeven van de paarden. Leerden mijzelf mijn fietsband plakken. Verbouwden aardappelen, spruitjes, andijvie, spitskool, prei, uitjes, bonen, boerenkool. Installeerden leidingwerk van kelder tot zolder in heel Loppersum. Namen ons elke zondag mee wandelen naar tante Ali en Agaat. Repareerden fietsen, gereedschap, apparatuur. Zorgden ervoor dat alles, maar dan ook alles bij ons in huis, het altijd, maar dan ook altijd deed. Maakten aan het einde van de oorlog een bajonetbuit van de Duitsers. Verstopten hem in de dakgoot en de regenbak op de nieuwe tuinen. En hielden hem jarenlang nog in de aanslag onder het bed aan de verbindingsweg.
de handen van mijn vader. De handen van mijn vader hielden zijn ziel onder zijn arm toen tante Ali overleed. Oom Jan en al zijn andere broers en zussen plukten zedelingen, aardbeien en miljoenen rode bessen. Tilden mij op, tilden mijn kinderen op, hielden mama vast. Veegden en veegden en veegden tranen weg toen Leo zomaar dood was. Brachten vrolijkheid met de mondharmonica die ze op zondag soms pakt en uit de kast. Omklemden stevig de aansteker voor zijn sigaretten en sigaartjes. Stuurden de Ford Escort, het rode gevaar, door heel Nederland omdat een van ons weer moest verhuizen. Wachten geduldig tot de vissen beten. Speren naar rechts, naar links, naar rechts, als een van ons het rode gevaar de straat op moest rijden. Jij moet dat maar doen. Vanuit de garage in zijn achteruit de oprit af. Het vuur waarmee ze dat deden kon niet voorkomen dat een van ons net het rijbewijs op zak van pure zenuwen een peut gas gaf. Het rode gevaar de weg overspoot en in de heg van overbuurman Zuidema tot stilstand kwam. Ik noem verder geen namen. Ze draaiden de knopjes en antennen van de radio net zo lang totdat ze Radio Noord weer vonden. Duwden ons naar waar we bang voor waren, want angst mocht nooit de leidraad zijn. De handen van mijn vader waren de laatste jaren ook zijn ogen. Ze tastten naar wat zijn ogen niet meer konden zien. Zo zagen ze heel voorzichtig het oortje van zijn koffiekop. De een op de afstandsbediening voor het journaal. De scherpe kant van het mes, de verdeling van de boter op zijn roggebrood, kaas op knekkenbreud, jam op zijn broodje. Ze zagen met een half opgerookt, nog brandend sigaartje, heel, heel, heel zachtjes de opening van de sigarenkoker, als hij er zat van was, naar binnen wou. Ze zagen de laatste korrel rijst, want het bord moest leeg. Ze zagen mij. En al hadden ze 1000 keren een spitschop in de klei gestoken, 1000 meters waterleidingen gelegd, 1000 nagels in hoeven geslagen, 1000 aardappels geschild, de handen van mijn vader waren de zachtste die ik ooit heb gevoeld. We gaan nu luisteren naar het orgelspel van Jan, het lied 641, Jezus leeft en wij met hem. Thank you.
Zaterdagavond is in het nabijzijn van zijn geliefden rustig heen gegaan Pieter Nanninga, in de leeftijd van 88 jaar, wetend en in het volste vertrouwen dat hij naar een plek ging waar het beter is. Vandaag zijn we hier samen om hem uitgeleide te doen. We moeten afscheid nemen van een geliefd iemand, jouw man, jullie vader, jullie opa, Pieter Nanninga. En u, die allemaal op een of andere manier verbonden was met Piet, bent gekomen om samen met de familie herinneringen op te halen en dankbaar de persoon die hij was te gedenken. We hebben al verhalen gehoord en gebeurtenissen en er zullen liederen gespeeld worden door Jan, die het leven van deze mens heeft en hebben gekleurd. Piet, geboren op 23 augustus 1931, een van de jongste kinderen uit een gezin van 12 kinderen, wonende aan de Nieuwe Tuinen. Een fijne jeugd gehad, met veel plezier en gein, en een hekel hebbend aan school. Wat was er nu mooier voor Piet dan vrij te zijn en kattenkwaad uit te halen? Piet Nanninga, een man die wist wat er in de wereld te koop was. Als op zeer jeugdige leeftijd wist Piet wat hij wilde. In ieder geval niet naar school, niet naar de MULO, maar aan de slag met zijn handen en naar de ambachtsschool. Hij was handig met zijn handen. En zo kwam hij op jonge leeftijd te werken bij Smit Oosterheerd. Het was hard werken, gelijke tred proberen te houden met zijn baas. En dan was het lichaam 's avonds op. Na 12,5 jaar ging Piet werken als loodgieter bij de firma Apollo, waar hij zijn vakmanschap opnieuw toonde. Na zo'n 7 jaar kwam hij in gewetensnood. Tijdens een opdracht deed hem besluiten zijn baan op te zeggen. Hij kon hier niet achter staan. Een man met principes en vakmanschap. Het siert de mens dat je ergens voor staat, maar het werkt soms ook tegen je. Tot zijn 57ste jaar met veel plezier gewerkt bij de firma Arends. Daarna was zijn lichaam op en werd hij afgekeurd. Eind 50 jaren kwam hij zijn grote liefde tegen, G. de Vries. Na een aantal jaren verkering en verloofd trouwden ze op 12 mei 1961. Ze konden een huis krijgen in een middenstraat. Echter, dat was Piet niet naar het zin. Een huis waar ratten binnen en buiten omheen liepen. Dat accepteerde hij niet. Het was ook een slimme man, want in werkelijkheid aasde hij op een mooie woning, een nieuwe woning aan de Verbindingsweg, waar hij zelf ook nog aan had gewerkt. En hij kreeg zijn zin. Binnen de kortste keren kregen ze het huis toegewezen, Verbindingsweg 2. En daar hebben ze 57 jaar gewoond. Daar zijn ook de 4 kinderen geboren en getogen. Jan als oudste, Jaap, Via en Agnes. Met 2 zonen en 2 dochters was het gezin compleet. Vanaf zijn 42ste maakte Piet nogal wat fysiek ongemak mee. Een hartaanval, bypasses, dotteren, een allergische shock en aneurysma. En veel last van de rug. Ook ging het gezichtsvermogen met de jaren achteruit, mede door het te laat stellen van een diagnose. De frustratie over zijn gezichtsvermogen heeft hem behoorlijk achtervolgd.
Vanaf het moment dat de diagnose werd gesteld, was het te laat om de opgelopen schade te kunnen herstellen. En dit is altijd aan hem blijven knagen. Maar steeds toonde hij weer die veerkracht om er bovenuit te komen. Piet was ervan overtuigd dat hij de kracht van boven kreeg, zoals in Psalm 121. Daar staat geschreven: de Heer waakt over je. Ik kijk naar de bergen, want vandaar verwacht ik hulp. De hulp komt mij de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer voorkomt dat je struikelt. Hij waakt over je. Nooit verslapt zijn aandacht. Nooit slaapt of sluimert hij. De Heer zal je beschermen. Hij gaat met je mee op jouw levenswandel. En in die overtuiging leefde Piet, dat hij en G er niet alleen voor stonden. Je zou zeggen, als je dat allemaal meegemaakt hebt, dan ga je achter het raam zitten, achter de geraniums. Maar daar was Piet zeker niet van plan. Piet ging na zijn afkeuring niet bij de pakken neer zitten. Hij ging vrijwilligerswerk doen in Wimmerzeert. Op de donderdagmiddag maakte hij deel uit van een groep vrijwilligers die een uurtje gewijde muziek ten gehore bracht voor bewoners. Het was een prachtig stel bij elkaar met een Dick Stoter, Willem Oomkes, Jopie van der Wal, Loof van Weerden en mijn persoontje. Wat hebben wij wat afgelachen en wat hebben we genoten van de muziek die we zelf draaiden. De liederen die Piet dan mooi vond, die waren van: mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. En het lied Jezus leeft en wij met hem. Die liederen die spraken hem aan. En misschien niet eens de melodie, maar de inhoud, de woorden, daar kon hij iets mee. En een van zijn lievelingsliederen, waar hij veel mee had, staat ook boven aan de rouwbrief. Jan heeft al een improvisatie vooraf, heeft hij al laten horen. En straks, als wij de kerkzaal verlaten, dan zullen we er nog eens naar luisteren. Dus dat geeft al aan hoe hij hiervan hield, van dit lied. Ik bid u aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. O licht dat helse duister kliefde en blijde hopen bracht aan de aard. Ik wil die liefde steeds gedenken, wilt u mijn liefde wederschenken. Deze liederen en dan met name de teksten gaven hem kracht in het dagelijks leven. De kinderen noemden hem gekscherend DJ Piet. Ik ben ervan overtuigd dat Piet bij de opname van de liederen net zo genoot als de bewoners wanneer dat op donderdagmiddag werd uitgezonden. 'S Avonds met de mannen biljarten. Het was een vrije tijdsbesteding waar hij ook van kon genieten. Om Piets woorden te gebruiken, een leuk tijdverblijf voor de bewoners, voor de oudjes. Het bezorgen van tafel te dekje maaltijden in Loppersum was ook een van zijn wekelijkse activiteiten. Ook de tuin was een grote hobby van Piet. Niet alleen een hobby, maar er moest natuurlijk ook eten op tafel komen. En van de producten uit zijn tuin kon hij ook genieten. Groenten hoorden bij Piet. Kijkend naar de verscheidenheid van groenten en aardappelen op de kist. Bloemen wilde hij niet verbouwen, want daar kon je niet van eten. Samen vissen met zijn vriend Jelle. Het hebben van dezelfde humor. Ik had ze wel eens even willen zien kijken bij de mannen aan de waterkant. Jelle, die Piet moest helpen het aas aan de haak te doen, omdat Piet slechter ging zien, en dan Jelle erbij die nu kon zwemmen. Een mooi stel. Over water gesproken. We zijn eens jaren geleden met een uitje van de lagere school Roemte
waar Piet ook altijd bij was. Ja, waar was Piet niet bij? Waar G was, was ook Piet. Zijn we 's avonds aan de kanoën geweest. Met Tinus voorin, in het midden Piet en achterin Hilde. Halverwege moesten ze draaien en toen ging het mis. Met z'n drieën, kopje onder. En al proesten kwam Piet weer bovendrijven. Een heel hilarisch gebeuren. En nog regelmatig worden we hieraan herinnerd als we het over kanoën hebben. Dan komt Piet, Hilde en Martinus komen nog even om de hoek kijken. Piet had humor. Soms moest hij even nadenken om te snappen, want hij was razendsnel van geest. Wat velen zich zullen herinneren, is zijn gezegde: het is even zo. En dan mag ik u zeggen van achter in de kerk ligt een pen die u straks mag meenemen. En daar staat op: het is even zo. En ik zie al dat enkele hem al hebben meegenomen. Dan, maar degene die hem dan nog niet hebben, hij ligt achter. Het is even zo. Piet was een humorist, maar hij had ook een serieuze kant. Wanneer we het kregen over het geloofsleven, dan was Piet er stellig over. Het is even zo. Dit is mijn geloof en hier sta ik voor. Ik ging dan ook nooit met Piet in discussie. Maar toch, je zou er bijna jaloers op worden, op dat rotsvast vertrouwen dat hij dan uitstraalde. Zijn kracht was wel dat hij een ander in zijn of haar geloofsleven de ruimte gaf. De kinderen, die stonden voor hem centraal. Op de vraag aan de kinderen hoe zij hun vader zouden typeren, waren ze gelijkstemmend. Hij was voor hen een hardwerkende, liefhebbende vader. Hij vergde veel van hen in positieve zin. Hij wilde het beste voor de kinderen. Hij was een doener geweest, altijd hard moeten werken tegen een matig salaris. Af en toe schermde hij daar ook mee dat hij maar 11 gulden in de week verdiende bij de smid. Piet wilde dat zij het beter zouden hebben. Gelukkig niet alleen in financieel opzicht, maar ook dat ze zich volledig zouden ontplooien als mens en gelukkig zouden zijn in deze maatschappij. Ook was hij trots op zijn kleinkinderen. Hij gunde hen hetzelfde voor de toekomst zoals hij vroeger had gehad voor zijn kinderen. Toen zij opgroeiden. Hij heeft jullie gekoesterd. Hij heeft jullie lief gehad. Uit alles blijkt dat Piet een sociaal karakter had. Denkend aan zijn medemens, zijn familie die hem dierbaar was. En natuurlijk G. Die hij de ruimte gaf toen zij te kennen gaf weer aan school te willen gaan werken. In die tijd was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend dat een vrouw van 4 kinderen weer aan het werk ging. Maar bij Piet was dat toch anders. Hij was trots op G. De liefde voor de gewijde muziek gaat toch voor een groot deel uit naar de psalmen. De psalmen die we vandaag niet hebben kunnen zingen, staan ook afgedrukt op de feestliturgie van jullie 50-jarig huwelijk. De teksten hebben jullie houvast gegeven in de afgelopen 60 jaar. Ik moest de afgelopen dagen denken aan een man die tegen me zei toen ik hem tegenkwam: als je vanavond of deze week weer voorgaat, wil je dan psalmen laten zingen? Ik ben slechtziend, maar de psalmen ken ik van vroeger allemaal uit mijn hoofd. Mijn gedachten gingen direct naar Piet. Ook hij kende de psalmen uit het hoofd. Juist in die fase dat hij minder ging zien, werden ze nog belangrijker voor hem. Ook Piet en G. ontkwamen niet aan de aardbevingsproblematiek. Hun huis moest afgebroken worden en zij moesten naar een wisselwoning en daarna konden ze naar een nieuwe woning aan de Badweg. Piet had altijd gezegd dat hij niet weg wilde van hun plekje en had eerdere plannen om te verhuizen
steeds resoluut tegengehouden op zijn pitch. Maar toen G. op een zondag ontdekte dat aan de burgemeester van de Munnikstraat een appartement leeg kwam, zei hij direct, die moest toen maar door me achteraan gaan, maandag. En vriend Jelle had ook al wat opgeport. En zo heeft hij ook nog meegeholpen dat zij na 57 jaar zijn gaan verhuizen naar de Van den Munnikstraat. Beiden waren na één dag tevreden. Toen ik bezig was met het teruglezen, heb ik even gedacht van, staan er wel genoeg bijbelteksten in, denkend aan Piet. Toen dacht ik, nee hoor, het is goed. Het gaat hier vanmiddag over de mens Piet Nanninga, Pieter Nanninga. En als ik nog aan Piet had kunnen vragen, had hij vast gezegd, het is hem zo, het is dien overdenking. En nu is Piet gaan rusten. De strijd is gestreden. Hij is bij zijn hemelse vader. De wereld om hen heen is stil geworden. En wij die hier bijeen zijn, zullen onze weg vervolgen. Zijn woorden, liefde, humor, zijn kritische en standvastige blik zullen in gedachten met ons meegaan. Agnes las zondag in het memoriam van Piet zijn vader. De gelijkenis was zo treffend dat deze ook voor Piet had kunnen worden gebruikt. Piet zijn leven zal naklinken in die van jullie. Zijn naam zal onvergeten zijn. En stil geworden dragen wij hem die in ons midden was naar de toekomst, waar hij volkomen en voltooid in vrede mag zijn, wetend dat wij zijn weg in vrede zullen vervolgen. Ik wil graag afsluiten met de woorden van lied 641, die Jan voor de overdenking heeft gespeeld. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Jezus leeft en zijn stem roept ook ons weer tot leven. Zal ons eens met eer bekleen, dit is onze troost alleen. Jezus leeft, nu is de dood, ons met ingang tot het leven. Welk een rust in stervensnood zal dit woord ons hart te geven. Gij, o heiland, gij alleen, gij zijt onze troost alleen. Amen. We gaan nu weer luisteren naar orgelspel van Jan en hij zal spelen Air van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Mag ik u volgen in gebed? Wij danken u voor uw kind Piet, die ons zoveel liefde en blijheid heeft gebracht als man, vader, opa, familie, dorpsgenoot. Wij hebben hem nu moeten loslaten in liefde. Wilt u hem nu vasthouden in uw liefde? Wees ons allen nabij in ons verdriet. Geef ons een open hart om er samen voor elkaar te zijn. Wij bidden om troost en steun voor G en de kinderen en kleinkinderen. En voor ons allemaal hier aanwezig, nu we onze weg moeten vervolgen zonder Pieter Nanninga. Voor de mensen hier bij wie ander verdriet juist op dit moment weer bovenkomt en herbeleefd wordt, bidden wij. In een moment van stilte kan ieder van ons bidden wat een ander niet voor ons kan verwoorden. God, we vragen u, hoor ons gebed. Amen. Dan gaan we nu kijken naar een terugblik op Piet's leven. En dat doen we met Toet Stielemans en Mijn slechte land, gezongen door Lianne Abel.
als overstroden land, de regenkeuning kruipt, met westenwind hij deelslacht over deur en stad. In een palet van gries, door nooit verkleuring zat, dit slechte land, dat minder is. Met kerken op een vier, als hoogste heuveltop, en torenklokken, die vergees de mensen klom. Nog lege kolenkerk en bang haat en recht. In kolenwintertijd, die on het vruispunt ligt. Met harde oostenwind, die sikkelboom of snit. Met snijvlokken twirrend, spuit en teren wind. Over dit land. Let's go.
kerkgaas. Ja, zo kom wie met zijn oude winter wel duur. En dan komt Joer, die gaat de korten weer vuur. Mijn wijsgilde dom, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed naar binnen zo. Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede en verheft uw aangezicht over ons en geef ons licht. Voor ik het woord wil geven aan Jan van Houten. Wij zijn aan het einde gekomen van deze uitvaartplechtigheid. Ik mag u namens de familie allen bedanken voor uw aanwezigheid. Medeleven de laatste weken voor de kaartjes, de telefoontjes. Het heeft G en de kinderen en kleinkinderen goed gedaan dat er zoveel aandacht en medeleven is geweest voor Piet. Dank u allemaal wel daarvoor. Dan zullen we ons nu gaan voorbereiden om met elkaar lopend naar de begraafplaats te gaan. Voor de mensen die dit te ver vinden, u kunt met uw eigen auto aansluiten en bij de begraafplaats kunt u uw auto dan parkeren. Na de begrafenis komen we weer samen hier in de kerk om een kopje koffie te drinken en om deze dag hier af te sluiten. Zometeen bij het uitdragen van de heer Nanninga wil ik u vragen om te gaan staan. En daarna kunt u de naaste familie volgen naar buiten toe waar we opstellen. En daarbij willen we toch aan u vragen, u doet het hier in de kerk ook goed, maar de afstand tot elkaar ook te bewaren in de rouwstoet. En lopend als we naar de begraafplaats gaan, ook die afstand tot elkaar te bewaren. En ook op de begraafplaats. Dan wil ik u nu vragen om te gaan staan en daarna zullen we ons voorbereiden om naar buiten te gaan.